Beste mensen, leuk dat jullie kijken. Vlog 3. Vrijdag is over het algemeen mijn Benelux-dag. En dat wil zeggen dat ik als delegatieleider van de Nederlandse delegatie in het Benelux-parlement in Brussel ben. Ik sta nu in de plenaire zaal van de Belgische Senaat. En waar vergaderen we over? Grensoverschrijdend openbaar vervoer. Hoe kunnen we zorgen dat die treinen beter zijn afgesteld? Hoe we gaan over weesgeneesmiddelen? Geneesmiddelen die door weinig mensen gebruikt worden. Het is soms mooi dat er grenzen zijn, maar soms is het ook een beetje lastig. En daar waar het lastig is, dan moeten we zorgen dat we die problemen weghalen. We zijn vandaag bij elkaar in Den Bosch. En in Den Bosch wordt heel goed nagedacht over wat we zouden moeten met Europa. En er zijn binnenkort Europese verkiezingen en vragen zoals hier worden constant behandeld vandaag. Super interessant, dus ik ga gauw weer even aan de tafel zitten. Doei! Voor deze barbaarse aanslag. En wat het CDA betreft... En wat je ziet is dat Buma net een top speech heeft gegeven waarin hij zegt... wij willen wederom verantwoordelijkheid dragen voor het land in moeilijke tijden. En wij doen dat in de geest van Ruud Lubbers, maar ook in de geest van ons verkiezingsprogramma... waarin wij hebben gezegd voor een land dat we door willen geven. En dat deed hij heel erg goed. Mooie argumenten, mooie voorbeelden. En daarom kan hij daar nu ook een mooi interview voor geven. Dus goede sfeer op het congres en hij doet het wel goed. Ja, goedemorgen, zo begint mijn spreekuur vandaag. Elke maandagochtend van 10 tot 12 heb ik spreekuur in Café Eigenwijs. En ik begin vandaag met een Skype-gesprekje om 9:30. Spreekuur begint om 10 uur hier live met de koffie. Eerste koffie heb ik wel al, cappuccino zelfs. En eerst even Skype. Beste mensen, wij zitten hier in de oude zaal van de Tweede Kamer. En ik heb hier twee woningcorporaties uit Limburg op bezoek. Heel Nederland is een grote opgave voor woningbouw, qua aantal en ook qua kwaliteit. Hoe zit dat in het mooie Limburg, meneer Sluismans? Je ziet, ik kan weer aan de slag. Ik dacht even, ik heb niks te doen volgende week, maar ik kan weer flink knallen voor woningbouw in Limburg en in heel Nederland. En mensen, achter mij is zojuist het debat begonnen. Over de Iran-deal en de onrust in de situatie in de wereld die is ontstaan omdat Amerika zich heeft teruggetrokken. Nu is collega Hand en Broek aan het woord. Ik ben ook zo meteen. Ik ga nu gauw naar binnen, want het is een belangrijk debat. Want juist Nederland is gebaat bij rust en welvaart in de wereld. En rust en vrede in de wereld, omdat wij een handelsnatie zijn. Dus het is wel zaak dat we ons goed verhouden tot de overige collega-bestuurders van andere landen. Dus ik ga gauw het debat in. Beste mensen, dit is echt heel raar. Fantastisch. Ik sta hier s'avonds, het debat is voorbij. Ik had mijn oplader laten liggen en ik sta in het donker in de Tweede Kamer. Nou zeg. Beste mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog. Hey, leuk dat je hebt gekeken. Als je mij wilt blijven volgen, ga dan naar mijn social media kanalen. Die staan op de beschrijving. En dan zien we elkaar daar weer en kun je me ook goed in de gaten houden.